Na 2 keer verloren te hebben in de competitie, hebben jullie nu weer gewonnen. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt goed natuurlijk. We hadden een goede, mooie serie met overwinningen. Daarna 2 keer verloren inderdaad. En een overwinning voelt toch beter dan een verliespartij. De wedstrijd was niet super, maar uiteindelijk zijn we wel door de beker. En hoe vond je het spel van je eigen team? Ik vond dat we probeerden wel gewoon ons eigen spelletje te spelen. En vanuit balbezit achteruit vrije mensen op middenveld te vinden. Dat lukte een aantal keer goed en dat ging ook een aantal keer mis. En we konden daarin wel hoog niveau, denk ik, halen dan vandaag. Maar uiteindelijk hebben we ook een kans gehad en een paar mooie aanvallen. Dus we moeten wel kritisch zijn, maar het was vandaag goed genoeg. En was je tevreden over je eigen spel? Ja, was ik wel redelijk tevreden. Wel gewoon kleine puntjes. Maar als verdediger moet je eerst kijken altijd naar of je de nul gehouden hebt. En of je goed verdedigd hebt. Nou, daar was ik wel tevreden over. En in balbezit kon het soms misschien ook wat beter. Maar en nog een doelpuntje meegepikt. Dus wat dat betreft ben ik wel blij. Tuurlijk, dat doelpuntje, dat heeft natuurlijk iedereen gezien. Uit de corner, dat is een harde kopbal. Hoe beleefde je dat zelf? Goed. Ik heb wel vaker zo uit corners gescoord en het is voor mij altijd wel, normaal gesproken krijg ik achterin niet zoveel kansen. Voor mij is dat altijd wel een kans, een corner. En ik focus me altijd wel op waar de bal nu kwam. Dat is een beetje mijn ruimte. En hij viel goed, de corner werd goed genomen en dan knik ik hem binnen. Misschien ging het nog wel via mijn schouder zelfs, maar dat weet ik zelf niet zo goed. Maar daar ben je heel blij natuurlijk en zeker omdat het ook een beslissende treffer was. Daarna, is het gevaar van Fortuna eigenlijk weg en was de wedstrijd gespeeld. Dus dat was ook lekker. Je zijn nu door in de KNVB-beker. Hebben jullie nog ambities voor de beker zelf? Ja, absoluut. Je bent in de beker wel soms afhankelijk van je loting. En als dat een beetje gunstig is en we hebben goede tegenstanders en hier en daar misschien een keer een stunt, dan is het gewoon leuk avontuur. Dat hebben we vorig jaar mogen ervaren. En toen... Toen hebben we het niet gered, maar ik zou het wel leuk vinden om nog finale te halen. Ja. Hartstikke bedankt.